hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. En soms raakt dat de gedupeerde recht in de ziel. Ja, het komt eraan, maar er komt niks. En soms raakt dat een deur. Lafaard. Maar altijd komt het goed. Hey. Het is ook een doeft uit, hè? Jezus. Hey, en deze week zijn daar Sven en Saskia. Hey, en jullie zijn boos, hè? Ja. Klopt. Op wie? Paul Holman. Van PK Kozijnen. Goed, deze week minimaal 175.000 verdwenen euro's van jonge en oude mensen. En ook gerust van mensen met een beperking. We gaan het hebben over de voorman van PK Kozijnen, Paul Polman. Daar gaan we. Oké, vrienden. Hoe gaat het? Goed. Ja? Ja. Ja? Dat is fijn. Het is warm weer. We zijn dan gaan we weer naar huis. Laat maar dan. Hé, we staan hier bij jullie in de achtertuin. Jullie zijn boos. Wat is er aan de hand? We hebben kozijnen besteld. Ja. En dat is in december 2020 geweest. Toen we het huis hebben gekocht, zeg maar. En toen kwam die eigenlijk heel royaal over. Ja. En, is die een paar keer bij ons langs geweest? Ja. Hey, over wie hebben we het hier? Over Paul Polman. Ja, Paul Polman. En wat heeft hij jou beloofd? Namelijk dit vervangen. Ja. Wat stond hier? Hier stond een zorgunit van de vorige eigenaar. Ja. En die is weggehaald door de gemeente. Ja, en toen zat hier een gat. Ja. En toen zei Paul, die zei, dat regel ik voor jou. Ja. Wat had hij beloofd? Daar wou ik dan een deur in hebben. Ja. Dus zodat ik hier... Hier wou ik dan een overkapping met een klein fietsenschuurtje dat we lekker kunnen zetten. Ja. Maar dat ik ook hierdoor naar buiten kon. Ja. Kan, dus... Maar dat is niet gelukt? Nee. Nee. Toen heeft hij die plaat daar neergezet? Ja. Meer niet? Heeft hij ook die plaat neergezet? Ja, precies. Nou, er zijn een aantal klachten in je huis. Lijkt me daar even doorheen. We kunnen er al een paar vanaf hier zien. En dat zijn... Eigenlijk het hele huis moet vervangen worden door kozijnen. Ja, dus nieuwe kozijnen overal. Ja, er zit vocht in de ramen. Mm-hmm. En bij sommige puntjes zijn er rotplekken. De badkamer zou ook gedaan worden. Daar wist hij ook een paar mannetjes voor, zei hij. De boeiplank of zo, dat zou hij dan ook gelijk meepakken. Ja, en wat voor smoesjes had hij? Weet je dat? Corona. Ja. Ongeluk met de vrachtwagen. Fabriekongelukje. Fabriekongelukje. Met Oekraïne, dat eentje naar Oekraïne moest. Hij heeft een offerte gemaakt en hoeveel moest hij uiteindelijk betalen? Meer dan 37.000. Hij heeft gezegd tegen jullie, betaal maar vooruit, 37.000 euro. Dan gaat hij met je naar een penautomaat, dan betaal je even, doe je even 10.000 euro. Echt? Ja. 10.000 euro bij een pinautomaat? Heeft hij 10.000 piek laten pinnen? Ja. Echt waar? Ja. Ja, met andere woorden. Zwart. Ik ben heel benieuwd hoe hij dit bij de Belastingdienst opgegeven heeft. Oké. Wat heeft hij wel al gedaan? Alleen die planken? Ja. Verder niks? Hij heeft me wel een garagedeurmotor gegeven. Want ik wil graag een garagedeurmotor dat ik hem met afstandsbediening open en dicht kan doen. Oh, die zit er wel in? Ja. Ja, maar die heeft tot nu toe dan 37.000 euro gekost. Ja. Dat is vrij prijzig toch voor een garage? Ja. Jouw vader? Ja, klopt. Die wilde ook nieuwe kozijnen. Ja, ik zei nou, als je nou goed werk levert bij mijn vader, kan je misschien nou ook bij ons doen, hè? En hoeveel geld is jouw vader kwijt? Ik denk ook zo ongeveer 36 of zo. En wanneer heb je nou voor het laatst contact met hem gehad? Donderdag nog. Donderdag nog? Wat zei hij toen? Na Pinksteren, die dinsdag, zei hij van, je krijgt het geld. Maar ik heb nog steeds niks ontvangen. Nee. Dus hij heeft ook niet gezegd, ik heb jullie geld nu, cash, tot ziens. Nee. Dat is het ook niet. Nee. Nee. Ik begreep ook, jullie zijn vrijdag getrouwd. Klopt. Gefeliciteerd. Ja. Dat is leuk. En jij zei, ik wilde eigenlijk als huwelijkscadeautje dat geld terug. Ja. Eigenlijk wel, ja. Nou, dat begrijpen wij. Dat snap ik wel, ja. Dus wij gaan het proberen terug te halen. Ja, precies. En dan moet je dat maar zien als ons huwelijkscadeautje aan jou. Ja. Ja? Is dat akkoord? Ja. Oké, heel goed, heel goed. Zijn jullie de enige? Nee, ja, jullie zijn niet de enige. Klopt. We hebben dit dossier even goed uitgepluist. Let op, want er is meer. Veel meer. Veel meer, ja.
Goed, PK Kozijnen biedt verschillende diensten aan. Het installeren van kunststof deuren, dakkapellen en natuurlijk kozijnen. Maar ook vloerverwarming, badkamers, rolluiken enzovoort. Nou, de eigenaar is deze man, Paul Polman. Hij neemt bij een klus dan 10.000 euro's aan aanbetalingen aan, maar levert uiteindelijk helemaal niks. Hier even een rijtje getallen. Er is een appgroep met 11 gedupeerden. Wij spraken met 5 daarvan. En het totaalbedrag aan verdwenen geld waar wij op uitkomen is minimaal 175.000 euro. Op internet zijn allerlei klachten te vinden. Bijvoorbeeld over de smoesjes die Paul zou gebruiken. Bijvoorbeeld corona, zieke werknemers, zo nu en dan een ongeluk onderweg, een aantal operaties en als klap op de vuurpijl zou hij Oekraïners in dienst hebben gehad die op de dag van afspraak naar oorlogsgebied moesten om hun familie op te halen. Nou, en tussen de smoesjes door wachten de klanten soms al 1,5 jaar op kozijnen of hun geld. Nou, Paul Polman, leg dat maar eens aan ons uit. Ja, we gaan op zoek naar Paul Polman dus. En we weten 2 dingen. Een mogelijk adres en wat voor auto hij rijdt. Dus dat moet te doen zijn. Waar gaan we nu heen? Nou, we gaan nu, dan rijden we goed langs het huis van Paul Peter. Paul Polman. Toch hier dan? Ja? Kijk, hè, doe dat eens. Misschien is hij gewoon in zijn os. Hoe ziet hij er nou uit? Weten we allemaal niet, Lien. Ik zie hier een Mercedes. Audi! Zo verschrikkelijk. Is dat haar? Nee, dat is geen Mercedes, dat is een BMW. Ja, dat is hem denk ik hoor. Wat? Nee, hij heeft een Mercedes. Ja, dat is een Mercedes daarvoor in de midden. Oh, krijg nou de tering. Dat is zijn kenteken. Dit is, kenteken. Is dit zijn kenteken? Ja, wacht. Waar zien jullie een Mercedes? Ik zie dat. Hier, hier, recht voor je, recht voor je, recht voor je. Ja, godver, het is hem echt, ja. Ja. Holy shit. Wat is het plan? Hij moet het niet zien, want we gaan hem nooit open. We kunnen wel daar om het hoekje staan. Hé, hey, luister, als we er nou gewoon heen lopen. Ja, maar doe het nooit open dan. Ja, bel maar gewoon aan en zeg ik ben van DHL, ik heb een pakket voor je, kom even naar beneden. Dat is een beetje zwaar. Ja. Hallo. Ja, had je broek kapot? Ja, hij is stuk, ik weet het, het spijt me. Ja, Tim, ben, aangenaam. Ik begreep dat u ook zo'n 36.000 euro kwijt bent. Ja, zo 40. 40? Ja. Dat is niet zuinig, hè? Nee. Dat is niet zuinig. Oké, okay, het plan is dus als volgt. Hij is waarschijnlijk thuis, want zijn ontzettend grote auto staat voor de deur daar. Dus we gaan even aanbellen. Alleen hij doet natuurlijk niet open als wij voor de deur staan. Dan hangt een cameraatje. Dus wij denken dat het beste is als jij dat even doet. Dat wij heel even om de hoek wachten. En als hij dan komt, dan springen we ervoor. Het is daar, hè? Ja, daar staat zijn auto. Jens moet aanbellen. Moet Jens moet aanbellen. We gaan via de goede kant. We moeten even helemaal via de... Stak via de zijkant, dat hij geen zicht heeft. We moeten even wachten op de vader van... wij zijn vrij snel. We wachten op u, hoor. Omdat we zien dat er camera's aan het huis van Paul hangen, besluiten we eerst iemand uit ons team even langs te sturen om te checken of er überhaupt leven in het huis te vinden is. Oké. Okay. Hij doet niet open. Nee. Doet hij niet open, Jens? En zo hangt ook geen, hangt geen camera, hè? Alleen, alleen audio, toch, of niet? Maar luister, het raam staat open. Maar... Het linkerraam staat open. Ja. Hey, maar gaan die auto's, hebben die geen alarmsysteem? Nee, hè? Nee. Matig beveiligde auto. Matig beveiligde auto. Matig beveiligde auto. Hi. 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 Het is van een oplichter. Ja, ik herken die al, ja. Oké, hi. Nou, even langs. Ik heb ze niet gezien, vandaag. Nee? Goed, poging 1 lost niks op en dus tijd om Pauls voordeur maar gewoon zelf te bestormen. Zullen we gewoon stormrammen? Ja, nee, toch? Kijk. Jezus, ik dacht dat iemand me van achter... Paul! Beweegt er wel, gordijn. Ja? Hier het gordijn? Ja, daar. Ja. Hi! Wij komen voor Paul! Okay. Komt hij eraan? Heel fijn, dankjewel! Ze zei dat hij eraan kwam boven. Misschien is hij 70.000 euro onder zijn nest vandaan halen. Kan iemand op zijn vingers fluiten? Kun jij dat? Voor Jens doen die dat kan. Lekker Jens. Hallo? Hi, Paul. Ja. Ja. Hallo, Paul. Hey, luister. Ik heb hier mensen die nog
Hallo. Bijna 80.000 euro van je krijgen. Hi Sven. Hi, ja, Willem. Sven en zijn vader. Kom even erbij hoor. Ja, kom maar even erbij. Ja. Moet dit op de... Zeker. Ja, we hebben namelijk nog een handje vol gedupeerden. En het gaat om tonnen werk. Dat klopt. We zijn ook gewoon heel druk mee om dat op te lossen. Oké. Ik ben... Nou, dat zeg je al. Jaren! Jaren zeg je dat! Schreeuwen voor de niks geen zin. Nou, dus... Jaren zeg je dat! Maar ga je even schreeuwen? Ja. Toch? Hij is 40.000 euro kwijt? Ja. Nee, is hem niks kwijt. Waar is het dan? Wordt gewoon opgelost. Oké, gaan we nu doen. Ja, wanneer? Trek hem uit de muur. Nu naar de bank. Hup, opschieten. Ah, fijne dag. Nee. Dat ga je niet doen. Luister, dat ga je niet doen. Dat bepaal jij niet? Dat bepaalt wel, want we achtervolgen je tot het geld terug is. Dat zeg je alvast. 37.000 euro. 40.000 euro. Ja? Waar is dat geld? Waar is het? Bij de fabriek. Bij de? Bij de fabriek. Bij de fabriek? Al anderhalf jaar. Ben je niet bekend, jongen? Ja, je wil wel waar. Bij de fabriek, ja, ben je niet bekend. Geeft geen zin om zo... Luister, ik zal een lijstje met smoesjes die je hebt gestuurd. Ja, ik hoef te... Jawel. Hé. Wat hé? Kom op. Lafaard, kom nu naar buiten. Je gaat uitleggen waar dat geld is en wanneer ze het terug hebben. Volgende week. Nee, niks volgende week. Je gaat het nu op camera uitleggen. Nu. Loop maar naar de pinautomaat, zet je automaat marktplaats, doe iets. Waarom gaat het niet gebeuren? Kom dat even uitleggen dan. Wees even grote jongen, kom op. Kom op, wees even grote jongen. Loop je nou naar boven, joh? Wat ben je, uit wat voor hout ben jij gesneden? Karton. Ik ben heel boos. Rustig. Ik ben heel boos. Rustig. Ik ben rustig, ik ga niks doen. Ik ga even klappen op de deur geven. Dat hij dan ook zegt, als meneer zijn stem verheft... Ja. Oh, dan gaat hoeft het niet. Oh ja. Ja, dan drukt hij gelijk weg. Echt, hè? Als hij zijn stem verheft. Ja. Paul! Na een tijdje roepen, wachten en frustratie besluit Paul dat hij toch liever voorkomt dat we hem daadwerkelijk 60 dagen op een rij uit zijn bed komen bellen en komt hij praten. Komt-ie. Nou, we gaan in gesprek. Ja, gaan we in gesprek? Ja. Nou, wat prettig. Super. Eerste vraag, waar is dat geld? Bij de fabriek. Bij de fabriek. Ja, in de coronatijden zijn gewoon heel veel dingen misgegaan. Ze hebben op het bedrijf waar ik zaken mee is ook failliet gegaan. En ik vind het een beetje spannend. Ja. Dat is voor mij ook nieuw. Oké, hoeveel schuld heb je in totaal? Nou, een tonnetje of 3. Niet heel veel meer, maar iets meer. 3,5 ton. Ja. 3,5 ton. Klinkt misschien gek, maar dat is in mijn wereld helemaal niet zo gek. Omdat dit is natuurlijk helemaal niet handig. Maar ik heb een paar opdrachten lopen die waarschijnlijk heel groot zijn. En dan kom ik er wel uit. En wanneer is dat? Ja, dat is nu al. Ik ga nu mezelf een beetje, als ik de namen ga noemen, doen. Waarom maak je die naam van die woningcorporatie dan niet bekend? Waar je 8 ton van... zou krijgen. Ja, inderdaad. Nou, dat is totaal niet waar, vriend. Dat is totaal niet waar. Hoe weet jij dat dan? Ik zou het wel willen checken. Geef mij die naam van de woningcorporatie. Ik zend de naam niet uit, maar ik check hem wel. Oké. Nou, dan bel je mij morgenmiddag en dan zeg ik jou dat. Of ik stuur je een app of weet ik van wat, maar ik ga niet met de televisie erbij. Nee, ik geef je mijn woord. Ik zend de naam van de woningcorporatie niet uit. Ik wil het gewoon weten. Ik sta hier nou toch. Daar mag je mijn woord. Dat doen we vaker. Wat is de naam van die woningcorporatie? Ja, dan zeg je later mee als de camera weg is. Oké. Okay. Dan zeg je het me straks. Ja, dat is goed. Okay. De lijst met excuses die mensen van jou krijgen omdat je niet levert is corona, zieke werknemers, 3 keer een ongeluk onderweg, een mogelijke maagverkleining in 3 operaties en Oekraïners in dienst op de dag van de afspraak die naar oorlogsgebied moesten om familie op te halen. Dat is allemaal waar. Ja. En dat heeft allemaal te maken met waarom die mensen hun geld niet hebben? Nou, niet, maar het is wel afspraken die na konden komen. Het is 1,5 jaar geleden. Je hebt in die 1,5 jaar wel gezegd dat geld komt eraan. Klopt. Ja, waarom heb je dat dan gezegd? Elke week. Maar dat komt niks. We zijn in gesprek, toch? Ja. Maar als Willem zijn stem verheft, is dat niet zo gek? Nee, ik snap het. Als op je oude dag 40.000 euro kwijt bent. Ja, snap ik. Ja, Tim, weet je, op een gegeven moment kom je er niet zo makkelijk meer uit. Nee, dat begrijp ik. Maar dat is toch ook goed om te communiceren aan hen? Ja, dat klopt. Waarom heb je dat niet gedaan? Schaamte. Ja, dat is toch schaamte. Jongen. Nou ja, weet je wel, ik ben ook zo lang, niet zo lang, maar ik ben ook wel heel lang voor de gek gehouden mee eigenlijk. Totdat een ander bedrijf failliet ging. En dat mij niet verteld werd, maar die liepen ook zo. Welk bedrijf is dat dan? Dat zou ik even op moeten zoeken, maar dat wil ik je wel vertellen. Dat is een Duits bedrijf was, die de kozijnen leverde. Ja. En het is gewoon allemaal niet zo lekker gelopen eigenlijk.
Wat is er dan precies gebeurd? Neem eens even mee naar waar dat geld nou kwijt is geraakt. Nou, op een gegeven moment, kijk, het duurde maanden 4. Normaal gesproken, dat kozijnen geleverd worden. Nou, het werd nu al 8 maanden, de coronaperiode. Op een gegeven moment werd het steeds uitgesteld. Na 8 maanden wacht je ook 9 maanden, ook als je zelf veel geld op tafel hebt gelegd. Jij krijgt dus een slootgeld van deze mensen, een paar ton. Jij zegt, het loopt spaken bij de leverancier Duitsland. Dat is wat je mij net zegt. Ja. Heb je al dat geld naar die Duitsers overgemaakt? Ja. Dus eigenlijk jouw investering... Jouw wil tot investeren heeft hun geld gekost. Dat is wat jij eigenlijk onder zegt. Andere, ja. Ja. Hoeveel geld heb je op je bankrekening staan nu? 5000 euro. 5000 euro. Zullen we die eerst eens op gaan nemen? Nee. Waarom niet? Ja, morgen wat anders van betaald worden. Wat dan? Ja, dan denk je dat ik niet elke dag dingen moet betalen. Wat moet je betalen? Mensen. Ja. En waarom hen wel en hen niet? Ik betaal hun ook. Iedereen krijgt. Ja, je betaalt toch hun? Hebben wij een kozijn gezien in jullie huis? Nee. Nee. Hebben we een deur gezien? Nee, toch? Nou, om even goed wil te laten zien. U stuurt mij een appje zo meteen met de banknummer. Wat u hoort er ook bij? Hoort er ook niet bij? Is een beveiliger. We hebben 3 mensen mee vandaag. Ik heb achterhand nog gesteld. Ik ben in de entourage, er zijn 3 mensen mee. Okay. Vind je dat grappig? Nee, helemaal niet. Maar stel dat mensen er allemaal bij horen. Dat is gewoon niet zo, toch? Wel, dat is een beveiliger. Dus Marij, die werkt bij ons als redacteur, is de cameo. Dit zijn 3 gedupeerden van jou. Zijn zo even en ik heb hier een WhatsApp-groep. Dus volgens mij is het helemaal niet zo heel grappig. Stuur mij zo even een betaallink met een tikkie. Tikkie van 1000 euro. Die doe het gewoon even. Die heb je. Jij hebt mijn bankrekening. We maken het dan nu even over. Ja. Dat wil ik wel doen. Oké. Ik zal even een telefoon pakken met die 1000 euro. Dat is goed, ja. Oké. Zeg even wat. Hi, Tim hier. Ja. Nou, wij staan nu bij Paul. Die is even zijn telefoon pakken. Die gaat tikkies van 1000 euro sturen. We gaan even de naam krijgen van... Hi Paul, ik heb hier meer gedupeerden nog. Hallo. Hi, dit is Paul. Paul, misschien is het goed als jij het zelf nog even uitlegt. Ja, nee. Waarom niet? Ja, gewoon hallo, maar niet. Ja, ook. Ja, ik zou we gaan even lekker de tijd hier nemen. Hi, dit is Paul. Paul, vertel nog even 1 keer, waar is het spaak gelopen? Door de corona. Er zitten gewoon heel veel mensen bij nu die... Die hebben gewoon vanmorgen nog contact mee gehad. Ja, nou, die willen graag even nog een keer van je horen. Het komt dus door corona, een fabriek in Duitsland, zei je net. En dan gaan we even kijken of dat geld er nog komt, toch? Wat is je banknummer? Toch? Hallo, Paul. Dit zijn klanten van je die hun geld kwijt zijn. Misschien... Ja, wat wil je nou dat ik zeg? Nou, misschien excuses ook? Ja, het spijt me. Het spijt me, ja. Misschien goed als je het meent. Hoe het is gelopen. Spijt het je ook echt? Ja, natuurlijk. Ik vind het heel veel te lopen, dit. Ja. Ik sta hier ook even onder een beetje druk, hè. We hebben gebeld. Pak de koffie naar. Ja. Dat hebben ze geprobeerd. Dat werkt niet normaal. Niemand heeft wel geprobeerd. Ik heb het idee dat jij jezelf zieliger vindt dan deze mensen. Ja, maar dat is niet waar. Oké. Als mensen mij gewoon bellen, kom ik altijd. Ik ben in moment zijn, hoor. Maar dan zouden we ook een ruimhartige compensatie willen hebben van jou. Een ruimhartige. Grappig? Voor het leed. Ja? Voor het leed, ja. Dat heb ik ook beloofd. Dat zou ik ook gewoon rustig doen. Kom volgende week. En volgende week zat die kom. Maar je gaat nu 1000 euro krijgen, toch? Dus je krijgt nu een begin. 1000 euro is een schijntje, jongen. Een schijntje. Ja, dat is wel goed bedoeld. Willen jullie dat wel of niet, die 1000 euro nu? Nee, juridisch. Jawel. Juridisch is het niet handig. Jawel. Zou ik wel doen. Oké, nou dan... Je eigen keus. Ja. Waarom doe je nou zo bij de hand tegen hem? Staat hij gewoon, met staat hem heel hier, goed kan. Er staat hier een oude man die 40.000 euro kwijt. Jij staat hier oude man, staat hier, ik ben een heel anders. Ik ken hun al heel lang. Jij staat hier de grote jongen uit te hangen dat hij niet zo bij de hand moet doen. Doe dat lekker tegen mij. Een beetje respect voor de mensen. Een beetje respect voor de mensen van wie jij het geld afgenomen hebt. Doe maar grote jongen tegen mij zijn. Bij mij ben je zo klein, hè? Oh, ik vind het een beetje spannend, een beetje zenuwachtig. Ja, ik ben zeker zenuwachtig en dan een grote mond tegen hen hebben. Dat is echt niet zo'n grote jongen, maar grote jongen tegen mij. We gaan die 1000 euro overmaken, toch? Laten we dat doen. Juist, en terwijl Paul een luttele 1000 euro overmaakt, komen we met nog iets anders waar we onze vraagtekens bij hebben. Let op. Sommige mensen moesten toch ook het geld overmaken en dan vakantie als kenmerk geven, in plaats van een factuurkenmerk. Nou, ik zeg niet. Wie van jullie moest vakantie als kenmerk neerzetten? Is dat een van jullie? Ik. Jij? Ja. Ik heb daar screenshots van. Oh, we hebben daar screenshots van. Ja. Waarom is dat dan? Als dekmantel. Ja, dat heb ik gezien. Ja, ik zou niet meer weten. Betaal je altijd netjes je BTW? Betaal je belasting altijd netjes? Ja, dus als wij de FIOT je laten checken, dan komt het goed. Denk het wel, ja. Denk je wel of weet je wel? Weet ik wel. Oh ja, 100%. Ja hoor. Oké. Ik wil graag van jou de naam van die Duitse leverancier hebben. Zeker dan, ga ik niet meer doen. Waarom dan niet? Nee, dat Dat is goed antwoord. Waarom dan niet? Omdat het niet goed voelt om dat te doen. En waarom voelt dat niet goed? Omdat ik daar mezelf in de vingers ga snijden, denk ik. En waarom denk je dat? Omdat ik... Nou, misschien zal het spreekwoord zijn als de waard is vertrouwd die zijn gasten, maar zo is het wel. En wat bedoel je daar nu mee dan? Nou, dat ik niet vertrouw dat het goed komt. Waarom niet? Dat
waarom niet? Omdat ik niet denk dat het goed komt. Ja, nee, maar onderbouw dat is. Ik kreeg van de week gewoon een telefoon dat niet doorgaat, denk ik. Maar als wij bij een Duitse leverancier die failliet is checken of jij wel dat geld over hebt gemaakt aan hen, daar kan toch weinig meer misgaan, of wel? Ja. Dat gaat niet doen. Nee, want? Nee, voelt niet goed. Nee, voelt niet goed. Dat is niet gelogen. Dat is niet gelogen. Ik geloof je niet dan. Ja, dat kan. Ja. Ja, dat is iedereen zijn keus. Ja, dat is iedereen zijn keus. Ja. Jij vindt het allemaal grappig en onzeker. Helemaal niet. Ben jij hier slachtoffer? Ik probeer het gewoon echt op te lossen. Maar ik heb gewoon net even iets meer tijd nodig dan jij op de stoep staat. Kunnen we een termijn hier aanhangen? Die 8 ton die je van die woningbouwvereniging krijgt. Wanneer komt die binnen? Wanneer is het eerste gedeelte? Dat is ook 20%. Dat is 160.000 euro. En wanneer is dat? Op kort termijn. Maar geef me een indicatie. Is dat deze maand, volgende maand? Maar binnen 3 maanden is het dan. Binnen 3 maanden 160.000 euro terug. Ik heb hier een groep. Jullie zijn bij elkaar zo'n 175.000 euro waard, hè? Oké. Dus dat is 160.000 binnen 3 maanden. Daar kan je vrijwel iedereen 100% van terugbetalen. Ja. Ga je dat dan ook doen? Ja. Ja? Ja. Oké. Ja. Even resumerend. Jij gaat iedereen terugbetalen. Ja. Ja. Er komt een klus van 8 ton aan bij een woningbouwvereniging. Mm-hmm. Wij mogen alleen niet weten welke. Jij hebt al het geld van deze mensen in een Duits bedrijf gestopt. Wat failliet is gegaan, wij mogen alleen niet weten welke. Mensen moeten wel soms geld overmaken onder de noemer vakantiegeld. Ja. Ja, en waarom moeten ze dan vakantiegeld in de beschrijving zetten? Ik weet niet, misschien is het een grap geweest. Is het een grap geweest, ja? Nou, kijk of de FIO dat ook vindt. Misschien is het wel heel grappig. En verder komt dat geld dus 100% terug. Ja hoor. Je krijgt van ons. Ja, dat geloof ik wel. Ja, nee hoor, ik lees het even voor. Je incasseert het maar gewoon. De Bachelor Kozijnen aan de Hogeschool voor Clownerij Orkonde. Die is voor jou. Ja. Alsjeblieft, neem het ter harte. Wil jij nog wat zeggen? Kijk, weet je wat me dan opvalt en wat ik eigenlijk heel schadelijk vind? Is dat als je weet dat zo'n fabrikant failliet is en dat je jezelf in de shit aan het werken bent, dat je dan nieuwe klussen aanneemt van mensen waarvan je weet, ik kan niet beloven dat ik ze iets kan leveren. En dat maakt je wel een immorele zak in plaats van een slecht zakenman. Ja, dat klopt. Ja. Toch? Ja. Ja. Ga lekker naar binnen. Wij ronden het hier af. Ja? Ja. Fijne dag nog. Tot ziens, hè. Jo. Jo. Ik ga vandaag eens wat drinken. Op mijn kosten. Je moet heel naastig een borreltje hebben. Ik denk het ook, ja. Ik zit te kijken en denk je, ja, Paul Polman, daar heb ik zaken mee gedaan. Of hij heeft bij mijn huis iets niet geleverd. Of ik weet wel hoe de vork in de steel zit. Wij mogen zijn papieren en het bedrijf allemaal niet weten. We checken het graag. Nee. Maar hij laat het niet toe. Weet ons te vinden voor info. boos@bnnvara.nl. Ja. We horen het graag. Ben je boos om iets hard? Dat is dan absoluut ook. Ja, abonneer nog even op het kanaal. Abonneer op het kanaal. Ja, na onze ontmoeting kregen wij van Paul nog een telefoontje waarin hij het volgende zei. 1 november, zeg maar. Ja. Om daar eventjes even een beetje zekerheid te hebben, zeg maar. Want je kan altijd dat het een beetje langer duurt of weet ik veel wat. Of dat materiaal nog niet geleverd is of weet ik veel wat. Om even een slag om de arm te houden, zeg maar. Ja. Zou ik die 2 weken nemen van oktober erbij. Ja. Nou, dan zit je op 1 november, dan moet het gewoon allemaal voor elkaar zijn. Juist, voor 1 november is die 3,5 ton dus terug. Het duurt even, maar we gaan het zien. Krijg je ook nog geld van PK Kozijnen? Laat het ons weten. Ben je boos om een andere zaak? Laat het ons ook weten. boos@bnnvara.nl. En vergeet niet te abonneren en tot volgende week. Willem, wil jij nog even gedag zeggen? Bedankt voor de samenwerking. Op naar de borrel. Op naar de borrel. Paul, we weten dat je dit ziet. Tot in je dromen.